Deze video heet Verander de politieke cultuur. En als je een verandering aan wil geven, dan moet je altijd eerst even stilstaan bij hoe het eerst was. En er zit dus een klein stukje herhaling in deze video. En dat zie je bijvoorbeeld ook terug hier al meteen. Want wat we al eerder zagen was dat die verlichte idee dat die breed verspreid raakte. Hè? Dat ze dus zowel in de privé als in de openbare sfeer uitvoerig besproken werden. Bijvoorbeeld dus in brieven en boeken hè, zoals we die bijvoorbeeld van uh, Rousseau hebben gezien. In tijdschriften en in bibliotheken. Uh, in salons en koffiehuis waar mensen bij elkaar kwamen om het over uh, verlichte ideeën te hebben. En bijvoorbeeld ook in iets wat ik niet eerder genoemd heb. In allerlei uh, toneelstukken en opera's waar stiekem toch maatschappijkritiek in uh, de verhalen terugkwam. Waar verlichte ideeën een rol kregen in, uh, door middel van de personages. Ja, en dit alles zorgt ervoor dat de machthebbers, de vorsten, dat die voortaan rekening moeten gaan houden met de publieke opinie. Niet alleen bij die bovenlaag van die verlichtingsfilosofen, maar juist omdat die uh, ideeën zo breed verspreid raakten, eigenlijk onder alle lagen van de bevolking. Want die maatschappijkritiek, die komt dus ook onder alle lagen van de bevolking terecht. En ja, dat is iets waar, waar machthebbers mee te dealen hebben. En die proberen dat op allemaal manieren te doen. Bijvoorbeeld door uh, de publicatie van verlichte ideeën tegen te houden. Hè. En dus, dus om het in ieder geval goed te monitoren. En het soms ook te verbieden, censuur toe te passen. Ja, en waarom doen Forsen dat dan? Omdat ze natuurlijk graag hun macht willen behouden. Want vanaf de 15e eeuw zagen we dat uh, de macht van de vorsten steeds verder uitgebreid werd. En dat er steeds meer centralisatie van de macht plaatsvond. En het ultieme voorbeeld daarvan was het absolutisme. Hè, Lodewijk XIV, die we hier uh, linksonder zien staan. En het absolutisme dat was een staatsvorm waarbij de koning alle macht heeft. En alleen aan God verantwoording hoeft af te leggen. Dus de wil van de koning is wet. Ja, en waarom zou die dat dan mogen? Nou ja, dat is heel simpel, zei die vorst dan. Omdat ik dat goddelijk recht heb gekregen om dat te doen. God heeft mij aangewezen om over jullie te heersen. Dat dradden van, dus, dat we ook al in een eerdere video zagen. Maar goed, hier zie je dus twee dingen botsen: twee dingen die eigenlijk in die 18e eeuw gaan samenkomen. Aan de ene kant heb je dus de verlichte ideeën, hè, dus allerlei eh, maatschappelijke vooruitgang en kritiek op de maatschappij ook. Aan de andere kant heb je dus dat absolutisme. Ja, en die twee dingen die lijken niet echt samen te gaan, maar er vindt wel een mooie mengvorm plaats. Als je die twee bij elkaar op gaat tellen, kom je uit bij het verlicht absolutisme. En dat is een staatsvorm waarbij de vorst probeert om met verlichte ideeën zijn bestuur te verbeteren, maar wel alle macht blijft houden. Nou, klinkt misschien nog een beetje vaag, maar als we dan een van de bekendste uh, verlichte absolute vorsten erbij pakken. Frederik de Grote van Pruisen, dat is het gebied wat je hier in die blauwe rechthoekjes ziet. Hij zei eigenlijk: als we het heel erg parafraseren. Ik doe alles voor het volk, maar niets door het volk. Oftewel, ik probeer het zo goed mogelijk te doen voor mijn bevolking. Maar ik beslis wel. Mijn wil blijft wet. En dan zie je dus de verlichting, het goed willen doen. Samenkomen met absolutisme. Mijn wil is wet. Wat deed hij dan, die Frederik de Grote? Laten we eens een paar voorbeelden erbij pakken. Uh, hij zorgde bijvoorbeeld voor godsdienstige verdraagzaamheid. Want het is helemaal niet redelijk om, om mensen te vervolgen vanwege andere uh, religieuze ideeën. Dus hij pleit voor uh, religieuze tolerantie en verdraagzaamheid. Uh, hij zorgde er ook voor dat er genoeg voedsel was. Door bijvoorbeeld uh, de aardappel te introduceren in Pruis als volksvoedsel. Want je moet natuurlijk goed voor je bevolking zorgen. En een van de belangrijkste dingen is dan dat je zorgt dat er voldoende voedsel is. En dat laatste deed hij ook door bijvoorbeeld moerassen te laten droogleggen voor nieuwe landbouwgrond. Hij bepaalde al deze dingen, maar die kwamen wel ten goede van zijn bevolking. Nou, dan geef ik wat andere voorbeelden van verlichte absolute vorsten in die 18e eeuw. Bijvoorbeeld Catarina de Grote in Rusland. En je hebt Jozef II, de, de keizer van Oostenrijk. Allemaal vorsten die rekening hielden met uh, de belangen van hun bevolking. en daar zo goed mogelijk voor wilden doen. of in ieder geval beter voor wilden doen, er rekening mee wilden houden. En dan zie je dus toch wel dat uh, die verlichting langzamerhand ook bij de machthebbers invloed gaat krijgen. Dat is niet op iedere plek zo. en dat zullen we bijvoorbeeld in de volgende video gaan zien. als we naar Noord-Amerika gaan kijken.